Terwijl de meeste hotelgasten nog aan hun normale ontbijt bezig zijn, beginnen de Nederlandse beloften aan een lekker bord spaghetti. Ja, het zijn natuurlijk wel leukere momenten om pasta te eten, maar ik heb wel veel zin in. En pasta smaakt goed. Wat eet je allemaal voor zo'n wedstrijd? Het is 170 kilometer vandaag. Ja, het is 170 kilometer. Ik eet meestal bij het ontbijt gewoon een paar broodjes en een bakje yoghurt met muesli. Ja, en dan net zoals nu nog een bordje pasta. En dan krijg je voor de start krijg je ook nog eten mee voor tijdens de koers. En dat moet voldoende zijn om hongerklop te voorkomen. Hey Emiel, je hebt al één koers gewonnen vandaag. Je hebt als eerste je bordje pasta leeg. Ja, de jongens zeggen 2,5 minuut, dus het staat 1-0. En dan die andere koers van vandaag. Kijk je er een beetje naar uit? Ik heb er in ieder geval heel veel zin in ieder geval. En we zullen zien wat het wordt, hè. De fietsen staan inmiddels klaar en na nog een paar uurtjes rusten gaat het ook voor de wielrenners beginnen. Ja. Wat is de tactiek van de Nederlandse ploeg? Heel zuinig rijden en proberen in de finale mee te zijn. Ja. Dus heel simpele tactiek, maar ja, meer kun je er niet op loslaten. Je bent ook afhankelijk hoe goed dat de jongens zijn natuurlijk. Hè. Kijk, we kunnen allerlei dingen verzinnen, maar als de benen niet goed zijn, dan gaat het niet lukken. Een even simpele als lastige tactiek. Na het tekenen van de startlijst gaat de wedstrijd dan echt van start in Monte Catini termen. Het wordt een uitputtingsslag waarin Dylan van Baarle de beste Nederlander is. Hij komt in de finale in de kopgroep terecht en wordt uiteindelijk zevende. Ja, op een gegeven moment als je dan een bordje 45 seconden ziet, dan begin je al een beetje te dromen. Misschien is het te gek gedaan, maar op een gegeven moment worden we dan ingelopen en dan is het eigenlijk alleen maar volgen. Gelukkig konden de andere mannen ook niet meer de cartouche die ze eerder hebben verschoten nog een keer verschieten. Dus ik ben er aangebleven en uiteindelijk een top 10. Kun je tevreden zijn met deze prestatie? Ja, zeker. Maandag was een heel teleurstellende dag. Nu heb ik wel bewezen dat ik gewoon wel in orde was. En is dit resultaat. Voor Mike Teunissen was dit al zijn tweede WK van het jaar. In februari werd hij wereldkampioen veldrijden in Amerika. Hier ging het wat minder goed. Het kan niet altijd feest zijn, hè? Maar het rondje, ik wist dat het wat tevoren lastig zou zijn. Ik bedoel, de meeste van die jongens zijn toch 1 kilo of 10 lichter als mij. Dus ik wist dat het lastig zou zijn en dat ik nou te kort kom, er is niks aan te doen. Dat betekent dat er 35, 40 man beter waren. Volgend jaar heb ik nog een kans, dus hopelijk dat beter gaat dan. En nu weer crossen? Ja, even uitrusten en dan volgende week pak ik een keer die crossfiets en dan kan ik even goed gewoon in die trui rondfietsen. Ook al is dat vandaag niet gelukt. Dankjewel.